Dit is mijn broertje. Hij is geboren met een chromosomale afwijking, waardoor hij zich mentaal eigenlijk niet verder ontwikkelt. En het is best een bijzondere afwijking waar artsen eigenlijk weinig over weten. En dat heeft me altijd nieuwsgierig gemaakt naar hoe ons lichaam in elkaar zit en hoe de hersenen precies werken. Ik wilde eigenlijk altijd graag mensen helpen en ik heb getwijfeld tussen medicijnen en biomedische technologie. En uiteindelijk heb ik voor dat laatste gekozen, want als arts moet je je vaak aan protocollen houden. En ik wilde me juist toeleggen op het verbeteren van die protocollen. En ja, technologie speelt daar een belangrijke rol in. Ik hou me bezig met diffusie-MRI. Met gewone MRI kun je zachte weefsels heel goed in kaart brengen, maar dan zie je niet precies hoe die weefsels precies opgebouwd zijn. Dus hoe de zenuwbanen lopen of hoe spiervezels lopen. En dat kun je met diffusie-MRI wel zien. We gaan ervan uit dat watermoleculen willekeurig door het weefsel heen kunnen bewegen, behalve als ze gehinderd worden door bijvoorbeeld spiervezels of zenuwvezels. En we maken dan eigenlijk een hele reeks opnamen vanuit verschillende standpunten, waaruit we kunnen afleiden hoe die watermoleculen zich verplaatst hebben. Dus als we die plaatjes hebben, kunnen we die eigenlijk naast elkaar leggen. En dan kunnen we een zesdimensionaal beeld vormen waaruit we kunnen afleiden hoe dat die watermoleculen zich door het weefsel hebben verplaatst. En op die manier kunnen we reconstrueren hoe het weefsel is opgebouwd. Diffusie-MRI levert heel belangrijke informatie voor onderzoek. Maar bijvoorbeeld ook bij hersenoperaties kunnen chirurgen dat gebruiken voor de planning. Alle hersenen lijken wel op elkaar, maar op macroniveau zijn er toch wel verschillen. En voor een operatie wil je eigenlijk zo accuraat mogelijk in kaart brengen hoe de verschillende zenuwbanen precies lopen. En daar kun je dan diffusie-MRI voor gebruiken. Ik was eigenlijk altijd geïnteresseerd in wiskunde en als onderzoeker ontwerp ik de algoritmes waarmee we uit die ruwe data van de scanner de berekeningen kunnen doen om die zenuwbanen te reconstrueren. Ik hou heel erg van dansen, hip-hop en streetdance. En we deden soms ook optredens en wedstrijden. Maar nu heb ik daar helaas iets minder tijd voor, dus doe ik het nog steeds voor de lol. En verder hou ik heel erg van koken, muziek maken, schilderen en reizen. En als onderzoeker heb je heel veel kansen om te reizen, dus je kunt eigenlijk de hele wereld zien. Faces of Science.